Deze mooie zondagmiddag 20 december zitten we hier weer bij elkaar in de businessclub van Landstede Basketbal voor de traditionele nabeschouwing, in dit geval van de wedstrijd in de Dutch Basketball League tussen Landstede en BC Apollo Amsterdam. Het aantal toeschouwers in het Landstede Sportcentrum was vanmiddag 800. De tussenstanden waren 17-12 in het eerste kwart, naar een snelle run in het derde kwart, tweede kwart met 40-19 rust, 57-36 en uiteindelijk een 79-48 overwinning voor Landstede. Welkom ook bij de coaches, Patrick Veitherber van Amsterdam en uiteraard Herman van der Belt. Patrick, op 31 oktober wonnen jullie de eerste wedstrijd tegen Landstede nog met 75-71. Waar ligt dan nu het grote verschil? Dat is al heel lang geleden. Zwolle was toen gefeliciteerd trouwens, Zwolle met de wedstrijd. Zwolle was toen niet in de doen waar ze nu zijn en wij vice versa. Dus vandaag waren wij kansloos. Zwolle is nummer 1 team en wij hangen aan de laatste plaatsen vast. Dus ik vond de uitslag iets te groot vanuit onze kant, dat we iets te veel hebben weggegeven. Maar dat ik hier vandaag zou verliezen, dat was voor mij wel duidelijk. En waar zit dan het grote verschil? Want de basis 5 is absoluut niet verkeerd. Nee, basis 5 is niet verkeerd, maar ik heb nu ook nog wat blessures erbij. En het is nu gewoon heel krapjes inwisselen en doen. Ik speel eigenlijk met 6 man en die spelen spelen allemaal 35 minuten. Ja, en dat is nu al 4-5 wedstrijden op een rij en je ziet nu dat die jongens echt aan de kerst breed toe zijn. Okay, dankjewel. Herman, gefeliciteerd met deze overwinning. Laatste wedstrijd in 2015. Wat is jouw beeld van de wedstrijd? Ik denk drie kwarten heel goed. Ik vond het derde kwart een beetje knoeien, maar voor de rest heb ik genoten. Ik vond het verdedigend op orde. Rebounden kan misschien ietsjes beter. We hebben ook wat gewerkt aan zone, wat we van de week ook gedaan hebben. En ook dat zag er goed uit. Dus ik ben tevreden met de uitslag en met de bijdrage die gaat leveren, dus door de verschillende mensen. Eind tweede kwart is die snelle run met een aantal driepunters. Denk je nou 20 punten, het is gespeeld. En dan toch die derde kwart wat je zegt rommelig. Hoe komt dat zo? Nou ja, de controle dreigen te verliezen. We bleven agressief spelen. Zij gingen dribbelend oplossen en ze gingen wat penetreren. Er werden wat snelle calls gemaakt. Dat denk ik, met name de vrijworpen tegen. Dat was wat niet nodig. Maar goed, uiteindelijk bleef het verschil vol met 20. En ik denk dat we de vierde kwart wel weer voor elkaar kregen. In ieder geval de controle was terug. Wat was je boodschap in de rust met 20 punten voor ineens? Nou, doorgaan, hè. Concentreren. Ja, wat werkt? Wat kunnen we eventueel verwachten? Welke aanpassing moeten we doen? Maar uiteindelijk zag het er goed uit. Helder. Patrick, wat is het beeld van Amsterdam voor dit seizoen? Wat is jullie idee erbij? Nou, laat ik vooropstellen mijn idee. De andere, wat de mensen eromheen verwachten, daar ben ik niet zo heel erg mee bezig. Maar wij moeten gewoon elke dag optrainen, beter worden. Wij trainen natuurlijk maar één keer per dag. Dus dat is, anderhalf uur of 2 uur. Dus daar moeten wij echt wat uithalen. En dat gaat met vlagen heel goed. En daar moeten we maar aan door blijven werken. En dan zei ik, die kerstbreak komt voor ons heel goed uit. We moeten even tot rust komen. De jongens weer even. Even opnieuw opladen en dan hopen dat we in januari gewoon weer een paar teams kunnen verrassen. Maar we moeten gewoon beter worden en dat is uiteindelijk het doel, beter worden. De kerstbreak, Herman, hoe ziet die voor Landstede eruit? Ik ga skiën. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan, dus daar kijk ik erg naar uit. We beginnen de 30ste weer. We hebben een basketbalkamp hier met meer dan 100 kinderen. En we spelen 3 januari, gaan we naar België toe, we spelen tegen Brussel. En 9 januari uit mijn hoofd is onze eerste tegenstander Rotterdam. Ja, dus de meeste spelers blijven ook hier in Nederland, begrijp ik? Voor mij gaan de Amerikanen naar huis. En die zijn terug. En voor de rest denk ik dat iedereen maar gewoon een prima tijd met het gezin heeft, of met familie heeft. En we staan er goed voor. Ik vind het hard gewerkt hebben. We hebben ook de blessures bij ons. Die zien er nu beter uit dan zijn, maar die zijn aan het terugkomen. Dus ook na de kerst verwachten we daar ook van dat we daar ook bijdrage van krijgen. Zijn er nog vragen?
Nee, geen vragen. Dan was het verhaal denk ik duidelijk van beide coaches. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Goede reis terug naar Amsterdam. Goede kerstbreak. Dames en heren, dank voor jullie aanwezigheid hier in de Basketball Business Club. We wensen jullie prettige feestdagen namens Landstede Basketball. Een goede jaarwisseling en hopelijk snel tot ziens in 2016. Dank u wel.